Goedemorgen. Vandaag is de dag van de uitvinder. Mijn zoontje zegt al 5 jaar lang dat hij uitvinder wil worden. En dan noemt hij allerlei dingen op die hij wil gaan uitvinden. Vaak zijn die dingen er al. Ja, dat weet hij niet. Laten we zijn uitvinder aan tekenen. Teken je weer mee? Ja, want vandaag is de dag van de uitvinder. Hoe ziet de uitvinder nou precies uit? Nou, we kennen een hele bekende uitvinder natuurlijk. Wat dacht je van deze? Ja, ik ben er niet zo heel goed in om... Disney-figuren na te tekenen hoor, maar deze uitvinder kennen we allemaal. Tenminste, dat denk ik toch. En hij heeft ook zo'n hulpje. En dat is een lampje. Ja, zien jullie al wie ik bedoel? Nou, ik ben niet zo heel goed in Disney-figuren. Willy Wortel. Ja, lampje. Hoe zat het lampje er ook alweer uit? Zo. En zo is die, dat is lampje. Lampje. Ja, wat je ook vaak bij een uitvinder ziet als hij wat heeft uitgevonden, is een lampje boven zijn hoofd. Zo. Als hij een idee krijgt. Nou, een beroemde uitvinder was natuurlijk ook Einstein, hè? Eens kijken of we die een beetje kunnen tekenen. Zo. Dat is dan dat ontplofte haar. Zo. Ja, ik denk dat dit een mooie Einstein tekening is. Bekend figuur natuurlijk. Ja, wat je dan ook vaak nog ziet in zo'n laboratorium waar ze uitvindingen doen of dingen ontdekken. Dat zijn van die flesjes. Daar staat een maataanduiding op. Er zit vloeistof in. Vaak de meest chemische dingen zitten erin. Dus je moet ook nog uitkijken dat je met wat je met die flesjes doet. Want anders krijg je natuurlijk een ontploffing. Ja, en dat wil je niet, ook niet als uitvinder. Er gebeuren veel natuurlijk van die dingetjes in een laboratorium. Dat je denkt van ja, is dat nou wel zo handig? Ook bij Willy Wortel gaat het nog wel eens fout. En dampen die uit die flesjes komen. Omdat het aan het pruttelen is. Zo. Ja, de meest gekke kleuren. Dit is dan donker met reflectie op het glas. Ook hier weer een maatinduiding erop. Dat het echt een laboratoriumflesje is. Ja, je hebt van die reageerbuisjes. Natuurlijk ook nog het vloeistof erin. Daar kunnen dampen uitkomen en
stof reageren. Ja, uitvindingen. Ja, het wiel is natuurlijk uitgevonden. Hè? Hoe teken je nou een wiel? Nou ja, het kan op allerlei soorten. Hè? Dit is een mooie autoband voor een stripauto, bijvoorbeeld. Maar vroeger hadden we natuurlijk gewoon het karrewiel. Daar zat de spaken in. Zo. Dan kun je nog een beetje met schaduw werken natuurlijk. Dat we ook al eerder hebben gezien. Zo. Voilà, een karrewiel. Uitvinding van het wiel is een van de, ja, elektriciteit uitgevonden, wielen uitgevonden. Zijn allemaal wel weer belangrijke uitvindingen in het verleden. En ja, elke dag worden er weer dingen uitgevonden. En dat gaat best snel. Niet alles krijgen we daarvan mee, maar 20 of 30 jaar geleden liep er nog niemand met een mobieltje. Moet je nu kijken. Iedereen loopt met een mobiel. En toen was het heel normaal dat je elkaar niet zomaar even kon bellen. En nu is het gek als je iemand niet belt of niet gelijk iets laat weten. Dus de uitvinder. Ik zou mijn zoontje, die wil ook uitvinder worden. Nou, ik ben benieuwd wat hij allemaal uit gaat vinden. En hij kan ook goed tekenen. Dus als hij het dan nog allemaal mooi kan uittekenen, dat andere mensen het ook snappen. Dan is dat natuurlijk helemaal ideaal. Ik zie jullie morgen in de volgende tekening. Tot morgen.